Vandaag weer een nieuwe G-Shock. GDF 101 AR. Een topklok. Ik ga hem eruit halen. Dit is hem. Beetje een uitstraling van een duikhorloge. Waarom een topklok? En dat heeft te maken met de functies die erop zitten. G-Shock is bekend om de robuustheid. Maar dit keer zitten er ook nog echt bijzondere functies op. Die je normaal gesproken eigenlijk alleen maar bij de ProTec en de Pathfinder serie ziet. En dat is onder andere de barometer, de hoogtemeter en de temperatuurmeter. Hier links van mij zitten de sensoren. Voor de temperatuurmeter onder andere. Verder heeft het horloge nog een LED-verlichting. Ik zal eens even laten zien of we dat kunnen laten zien. Ja, het ligt in principe mooi op. Mooie blanke witte LED-verlichting. Zo een beetje een donker idee. Dus het display is zeer goed af te lezen in het donker. Voor de rest heeft dit functie, dit horloge de volgende functies. Alarmen. Tot 5 keer instelbaar. De timer. Stopwatch functie. Wat ik al zei, de barometer en de hoogtemeter. Temperatuurmeter. En de thermometer kan aangeven van min 10 tot plus 60. Het mooie van dit horloge is dat hij echt tot min 10 ook goed blijft functioneren. En dat is bij heel veel horloges niet het geval. Of waardoor het horloge vaak zwakker wordt. Het signaal komt niet helemaal goed door. De tijd komt niet helemaal goed door. En deze gaat echt goed tot min 10. Dus dat is op zich best bijzonder. Groot horloge. 51,5 mm. Dan mag je best zeggen dat het een behoorlijke klok is. Dubbelgaatsband, waardoor die goed sterk is en stevig om de pols zit. Voor de rest zitten dus standaard functies van G-Shock erop. Timer, stopwatch, alarm. Hoewel de alarm heeft dan weer als voordeel dat hij tot 5 keer afzonderlijk instelbaar is. Dat kan ideaal zijn wanneer je bijvoorbeeld medicijngebruik door de dag heen moet gebruiken. Dan is die ideaal. Horloge is te koop voor €139 adviesverkoopprijs. Wanneer je meer specificaties over het horloge wil weten, ja, dan gaat u naar www.kish.nl of mijnkaasjo.nl. Daar kunt u nog meer over dit model lezen en bestellen kan direct via kish.nl. Andere G-Shock bekijken kan natuurlijk ook. En binnenkort zullen wij weer de nieuwste G-Shock op video zetten.